zien dat ik een speler ben die past in de Ajax-filosofie. En ik denk ook dat het daarom niet zo gek is dat we uiteindelijk bij elkaar zijn gekomen. Ja, blijdschap en trots. Trots denk ik vooral. Dat je voor zo'n grote club mag tekenen, eigenlijk de grootste club in Nederland. Dat je daar deel van bent, dat geeft je een trots gevoel, ja. Ja, want als klein jongetje zei je al, ik hoop ooit in ieder geval bij Ajax terecht te komen. Dat is nu gebeurd. Ja, dat is stap 1. Nee, maar zonder gekkigheid is het natuurlijk fantastisch dat je hier mag tekenen. En die zorgen dat ik zo snel mogelijk in de eerste elf kom. En waarom is Ajax je droomclub? Ik denk dat de manier hoe ik over voetbal denk en hoe Ajax over voetbal denkt, redelijk overeenkomt. Ik denk dat ik een speler ben die past in de Ajax-filosofie. En ik denk ook dat het daarom niet zo gek is dat we uiteindelijk bij elkaar zijn gekomen. Nou, ik denk dat het een Nederlands talent is. En ik vind het, wij van Ajax vinden het belangrijk dat de Nederlandse talenten het liefst natuurlijk naar Ajax komen. Hij kan zich hier prima ontwikkelen. Hij heeft ook al aardig wat wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. En we denken dat hij nog enorme stappen kan gaan maken. Goed, top. Ja, ik ben natuurlijk bij Ajax gekomen omdat ik me verder wil ontwikkelen. En ik denk dat dat hier heel goed kan. Ik wil natuurlijk, inderdaad, je krijgt natuurlijk geen garantie, maar je wil zo snel mogelijk in de eerste elf komen. En we hebben niet een plan van over een jaar doe je dit en over twee jaar dit. Ik ga gewoon vanaf dag één laten zien wat ik kan. En vanaf daar kijken we wel verder. Ik heb hem het verhaal ook verteld destijds toen ik hier kwam onder Louis van Gaal. Die zei ook tegen mij van nou, eerst maar eens een jaartje een beetje wennen en kijken hoe we hier trainen. En dan kijken we hoe je ervoor staat. Ja, en niet dat wij dat met hem in gedachten hebben, maar hij moet natuurlijk, er is altijd concurrentie bij Ajax. Meer als bij een andere club. Nogmaals, hij moet hier ontwikkelen en hij zou heus wel zijn minuten krijgen en zijn wedstrijden gaan spelen. En wij denken nogmaals dat hij ook heel veel kan leren van een speler zoals Daley Blind. Klein beetje vergelijkbaar. Nou, laat hem daar veel naar kijken en hij is nog steeds heel erg jong. En wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd hoe dat verloopt. Komt hij ineens terecht bij een club die halve finale Champions League speelt? Dat is ook wel even gek misschien, of niet? Ja, het is natuurlijk bijzonder dat Ajax, het zo goed doet. Natuurlijk alleen maar mooi voor de club, voor het Nederlands voetbal. Dat Ajax terecht, moet ik zeggen, in de halve finale staat van de Champions League. Hoe heb jij gekeken? Ik heb ontzettend genoten van de manier waarop Ajax speelt. Dat ze ook zelfs in de kwartfinale in de Champions League uit in Turijn laten zien waar Ajax voor staat en wat ze kunnen. En dat ze dat zelfs daar laten zien, dat vind ik nog het meest mooie aan die wedstrijd. Ben je ook nog boze gezichten tegengekomen hier? Want je hebt Ajax dit seizoen toch wel een beetje pijn gedaan. Nou ja, boze gezichten niet. Ja, ik ben en was toen ook speler van Heerenveen. Dus ja, dan kan je moeilijk inderdaad werkweigering vertonen, om het zo maar eventjes te noemen. Ja, dan doe je gewoon je ding en dan ben je speler van Heerenveen. Dus geef je alles voor Heerenveen. Volgend jaar ben je speler van Ajax en dan zou ik alles wat ik heb voor Ajax geven. Eerst nog het seizoen bij Heerenveen natuurlijk goed afsluiten. Maar waar kijk je straks het meest naar uit als je je na de zomer gaat melden? Ja, de nieuwe uitdagingen, nieuwe prikkels, nieuwe omgeving, andere stad, andere verwachtingen. En ik denk dat het alleen maar mooie uitdagingen met zich meebrengt.